Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een aflevering van. Dit keer ben ik bij Berg Automotive, vooral bekend van de Buys Railwagens. En ik heb daar een afspraak met Chef Lohman die mij daar alles over gaat vertellen. Chef, kan je wat vertellen over Berg Automotive? Heel graag, Suzanne. Berg Automotive levert al ruim 50 jaar efficiënte logistieke oplossingen voor in de kas. En daarmee willen we eigenlijk alle tilthandelingen zo eenvoudig mogelijk maken. Oké, en dat zijn dan onder andere buisrailwagens? Ja, buisrailwagens voornamelijk. Dat is eigenlijk wel onze hardloper. Maar daarnaast ook allerlei apparatuur voor de gewasbehandeling. Bijvoorbeeld spuitapparatuur of oogstwagentjes. Of zelfs apparatuur om in de schuur de producten te sorteren en te verpakken. Oké, dus echt een complete logistieke lijn. Oké. En het productieproces van die producten, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een proces wat we jullie graag laten zien. Dan beginnen wij de verkoopafdeling, waar we jullie verkopers helpen met het maken van offertes. De offertes die worden omgezet naar een verkooporder. De verkooporder wordt door mijn collega's op het bedrijfsbureau omgezet naar een productieorder. Daar gaat hij de fabriek in. En dan zie je eigenlijk dat we hier vanaf plaat en buismateriaal dit eindproduct, onder andere dit eindproduct maken. Oké, en jullie doen alles zelf hier in huis? Ja, alle handelingen zal je dadelijk wel zien. Vanaf het ruwe staal tot en met de afwerking, de poedercoating. Dat vindt hier in de lier plaats. Oké. En aftersales, hoe werkt dat? Zodra de producten geleverd zijn, hoe gaat dat in je werk? Nou, we hebben hier productspecialisten zitten om de klant te kunnen helpen waar nodig. In eerste instantie zijn jouw collega's, de Brinkman mensen, de specialisten bij jullie, verantwoordelijk voor het klantcontact. En als hun er niet uitkomen, dan kunnen ze hier bij mijn collega's terecht. Oké, en zij worden ook door hen opgeleid en getraind? Ja, een aantal keren per jaar verzorgen wij eigenlijk productspecifieke trainingen. Dus dat kan zijn voor deze wagen of voor een spuitwagen of wat dan ook. En jullie monteurs worden eigenlijk een aantal keren per jaar van de nieuwste technieken weer op de hoogte gebracht. En als een teler nou bepaalde onderdelen nodig heeft voor een van de wagens, hoe gaat dat in zijn werk? Tegenwoordig kan die dat heel goed bij jullie kopen, met jullie onderdelenzoeker of op jullie webshop. Ja. En jullie inkoopafdeling die bestelt twee keer per week de grote aantallen onderdelen hier, zodat dat altijd voorradig is.